Ja, is het iets dat zorgen baart of is PostNL gewoon een aandeelkoen waar je in zit en in blijft? Nou ja, je kunt hier niet verwachten dat er nog op korte termijn hele grote fusie en overname, dus grote sprongen worden gemaakt. En dus moet je rustig afwachten hoe de transformatie van Pieter Post naar Pakjespiet plaatsvindt. En dat zullen we de komende jaren verder gaan zien. Maar de verschuiving is in ieder geval goed. De richting die is ingezet. Ja, laat ze maar rustig met die pakjes schuiven daarbij. Wachten tot de Belgen weer voorbij komen, behalve Piet inderdaad. Ja.